Misschien begon ik met muziek omdat mijn vader in de business zat. Maar koos ik voor de rap omdat ik vaker en het dichter was. En ja, dat was een slimme stap. Het was verslavend, maar het duurde jaren voor ik daar toch weer was ingestapt. Heb nu altijd wel mijn schrift en pen bij me tot ik rimpels heb. De rest boeit me simpelweg weinig. Maar 2 jaar terug zag ik beginnen snap schrijven. Dacht al de beste te zijn, dus ging op internet kijken. Met een minder pret grijnzend, win wat wedstrijden. Maar kreeg snel genoeg van al die kindernetrijfjes. Ik wil alles, waar kop ik mijn zinnen zet krijgen. Dus kon niet langer vast in dat binnenweb blijven. Flow weg, wou er niet eindeloos in kleven. Kwam Tim tegen, waardoor we beide weer zin kregen. Springleven, toen deden we met een ding mee. Je verloren meteen, dus toen zat het eventjes flink tegen. Dit ben ik. Nee, ik heb geen doof weggeloos. Sinds ik voor het rapper koos. Dit ben ik. Altijd kletterstoon, klem gezomen, dus letterlijk hersendood. Dit ben ik. Ja, ik breek en boos, wetteloos, zolang het zo lekker loopt. Dit ben ik. Maar ik vind teksten dope, vette show zetten is mijn echte droom. Geen bullshit, ik zocht naar open mics in de hoofdstad. Tot je me bij de groove klikt en mijn lijf met de loon zag. Geloof dat, wat was die klap hard? Dacht dat ik de doopste flow had, maar gast, ik zag daks en de 8 bars. Wist ik, niemand die doet het navoelde gaar. Maar toen heb ik hem bij me toe gevraagd. Zelfde gedachtes, fuck die stoere praat. Ben niet stoep of straat, goed of kwaad, nee, want ik ben Suria. En freestyle, heb ik 16 dag als doel bewaard. Een hele zaal roept mijn naam en dat is zeker de moeite waard. En ik steek wel eens mijn neus in de boeken, maar rappen is mijn steun en mijn toeverlaat. Ik ben de type dat ze studie zelfs verneukt als het soepel gaat. Waardoor ik vaak in ruzie snel een breuk met mijn moeder maak. Maar ook al valt de keus op een goede baan. Ze zijn serieus, je vindt het leuk, joh, dus doe het maar. Dit ben ik. Nee, ik heb geen doof werkeloos. Sinds ik voor het rapper koos. Dit ben ik. Altijd kletterstoon, klem gezomen, dus letterlijk hersendood. Dit ben ik. Ja, ik breek en boos, wetteloos, zolang het zo lekker loopt. Dit ben ik. Maar ik vind teksten dope, vette show zetten is mijn echte droom. We waren bezig met wat tracks maken. Toen zei Dax, je moet battelen, want Nederland is echt matig. Zo won ik mijn eerste battle en toen trainde ik pas 6 maanden. Freestyle de bandjes waar de meesten met een tekst kwamen. Maar ik had al die skillfakers al lang door. Maar won omdat ik voor het grootste deel regels beantwoord. En zo reizen de veelplegers het land door. Zodra we inschreven werden deelnemers er bang voor. Ik zag mezelf als het beest van Amsterdam. Want ik ben zeker beter beter, maar ik een beetje arrogant. De mixtape die lang op zich wachtte, waardoor ik shit schreef met andere gasten. Omdat er geen energie van kwam. Speesde op was lam, daar ging energie verloren. In die fase ben ik dagenlang ook depressief geworden. Kon geen muziek meer horen. Want het kutgevoel dat mijn doel mislukt, kan ik op geen ene beat verwoorden. Dit ben ik. Nee, ik heb geen doof werkeloos. Sinds ik voor het rapper koos. Dit ben ik. Altijd kletterstoon, klem gezomen, dus letterlijk hersendood. Dit ben ik. Ja, ik breek en boos, wetteloos, zolang het zo lekker loopt. Dit ben ik. Maar ik vind teksten dope, vette show zetten is mijn echte droom. Ik pak af van die tracks die we eindeloos overdeden. Freestyle is dope, maar we verbreiden de focus even. Toen waren de veelplegers al eigenlijk overleden. Dus we besloten om ook weer wat tijd in de show te steken. We zetten ruzies opzij om iets doops te tapen. Doen talentenjachten, nou we blijken de show te stelen. En lijkt het wat overdreven? Het is een frisse start met een schone lei en een brein met een schoon geweten. En toen zijn de leningen afgesloten om na die oude pc toch een betere kast te kopen. Al leken we vast te lopen dat we zouden overnemen, was zeker geen grap, geloof me. Plus ik ben ook privé weer de klap te boven. Op mijn studie haal ik alleen nog 7 of 8 en hoog.